Hoi, Leslie hier. In dit filmpje ga ik laten zien hoe je de eerste driehoek van de parallelogramschaal moet worden afgekant. Je kant hem af met een I-chord afkanting en die gaat als volgt. Ik heb een heel kleine driehoek gebreid, want volgens het patroon moet je veel verder breien. Maar goed, voor het voorbeeld is het prima zo. Je begint met drie steken erbij op te zetten en dat doe ik door de lus te draaien. Zo kan je het zien. En om erbij op te zetten. 1, 2 en nummer 3. Deze drie steken, zie je, die zijn nu extra. Nu beginnen we direct met die afkanting. En dat gaat als volgt. Je breidt één steek recht. En je breidt nog een steek recht. En vervolgens, dit is nog mijn derde steek van mijn I-chord. Die breid ik samen met de eerste steek van mijn sjaal. En dat doe ik door ze af, nee, verdraaid recht samen te breien. Dus dit voorlangs insteken is gewoon recht breien. Maar ik wil ze verdraaid recht breien. Dus ik pak ze op door de achterste lus. En ik brei ze samen. Dus deze drie steken vormen mijn I-chord en hier heb ik mijn sjaal. Nu zet ik weer deze drie steken terug. 1, 2 en 3 terug. Nu ga ik nog een keer hetzelfde doen. Dus weer 2 recht, dat is 1. En dat is 2. En dan de derde, dat is de derde steek van mijn I-chord. Eerste steek van mijn sjaal. Die brei ik verdraaid recht samen. Dit herhaal je tot het einde. Dus je zet ze terug. En je doet 1 recht. Nog 1 recht. En dan deze 2 verdraaid recht samen. En weer terug. Zo, ik heb bijna al mijn steken afgekant. En wat je ziet is dat het I-chord hier mooi dwars op je breiwerk ligt. En het is een mooi rond koordje. Tijdens het breien hebben we natuurlijk aan deze kant ook een I-chord gemaakt. En nu wil ik dat deze steken mooi tegen elkaar aankomen te liggen. Eens kijken, waar zitten allemaal dingen? Yes. Dus dit rondje, of dit I-chord, moet aan dit I-chord vast en ik wil dat mijn steken zo tegen elkaar aankomen te liggen. Nou, ik heb mijn draad wel afgeknipt en in een stopnaald ingeregen. En nu ga ik deze zes steken aan elkaar vastmazen. Daarvoor ga ik in de voorste steek. Dit zijn de steken die ik tijdens het breien een I-chord zijn gemaakt. Dus die gaat nu naar me toe. Dan ga ik naar de overkant. Ga ik rechterin van me af. En ik trek het niet heel strak aan, maar het moet wel dicht bij elkaar komen. In de volgende steek ga ik erin van me af. En terug naar me toe. Niet strak aantrekken, maar wel dat het bij elkaar blijft. Nu ga ik weer naar de achterste naald. Naar me toe. In de volgende steek van je af. Beetje aantrekken, niet strak. Weer op de eerste naald. In de eerste steek van je af. Steek eraf. En in de tweede naar je toe. Steek blijft staan. Beetje aantrekken. Nu weer een achterste naald. De eerste steek naar je toe insteken. En de tweede steek van je af. Weer de voorste naald van je af. Kan je eraf.
Beetje aantrekken. En in de laatste steek naar je toe. Dat was hem. Naar je toe. Kan die naald er ook uit. En nu, tadaa, heb je dus een I-cord van de afkanting en van de zijkant. Die gewoon heel keurig in elkaar overlopen. Ik draai mijn werk om. En hier zit nu mijn draad die in de stopnaald zit. En die kan ik dus nu hier in deze rij steken, wegwerken door hem zo erin te, doorheen te rijgen. Nou, dat is de eerste driehoek. Met de I-cord afkanting en de steken die aan elkaar zijn gemaast. Super keurig.